Met deze opening trappen we de verbouwing af van alle bemenste toiletten op stations. Dat wil zeggen dat we in 2016 alle bemenste toiletten gaan verbouwen naar een herkenbaar product voor de reiziger. Iets wat uniform en duidelijk is voor alle reizigers die naar het toilet gaan op het station. Ook zijn we hard bezig om dezelfde kwaliteitsslag te maken voor de onbemenste toiletten. Nou, wat ook nieuw is, is de introductie van de voucher. Mensen betalen 70 cent, krijgen dan een voucher voor 50 cent die ze kunnen inwisselen bij onze partners. Ten slotte kijken we samen met Sanifair hoe we ook technologische innovaties kunnen doorvoeren op de toiletten. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan contactloos betalen, maar ook andere vormen van duurzaamheid. Dankzij onze moderne inrichting wordt het waterverbruik gereduceerd en onze zeep en onze schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijk. Met Sanifair bieden we vandaag in de drukte van de stations in Nederland hoge kwaliteit, een vriendelijke service en een onmiskenbaar design. We gaan ook het Sanifair-concept in alle grote stations in Nederland implementeren. Zo zijn we bijvoorbeeld reeds begonnen in Groningen. Daar zijn de verbouwingen bijna afgerond. En ook in Nijmegen gaan we heel binnenkort open met een heel nieuw Sanifair-concept. Ja, goed is dat dit toch een beetje gepromoot wordt. Want de meeste mensen lopen nog naar de eerste perron toe, terwijl het hier ook gewoon open is. Wat ik van de kwaliteit vind, het is goed, het is schoon. En ik ben dat gewend uit Duitsland, dus dat is mooi. Lekker schoon, hartstikke schoon, keurig, top.